Maar het is een beetje treurig. We leven nu in 2021. En kijk je, als je rondkijkt, dan zie je eigenlijk in Middelburg in geen enkele kroeg nog een carambolebiljet. Nee. En dat is toch wel echt een gemis. Dat is echt heel treurig. Dus dat brengt mij op ons familiebedrijf. Dan gaan we even een klein nieuw hoofdstukje beginnen. Ons familiebedrijf, loontjesbiljarts. Dat is opgericht in 1920 door mijn grootvader. Ging er nog goed aan? Dat was mijn grootvader. Dat was niet. Dat was ik niet. Hij kon eigenlijk alles. Hij maakte tafels, hij maakte stoelen, hij maakte buffetkasten en hij maakte biljarts. En hij was echt de specialist voor café-inventarissen. En in 1930 ging hij wonen op de Dam in Middelburg. En daar zit het bedrijf tot heel voor kort. Zit het daar nog steeds? Maar sinds heel kort zitten we op het industrieterrein, op Arnestein. Dat is aan de ene kant heel goed, want het is veel efficiënter en praktischer. Maar aan de andere kant is het ook een beetje een nostalgisch verlies. Want als je 90 jaar lang op dezelfde plek je bedrijf hebt uitgeoefend, dan is het toch wel eigenlijk verschrikkelijk jammer dat je dat moet achterlaten. Toen we gingen het opruimen en wat vonden we? Nog een aantal oude biljarts. Kijk, en toen was 112, want toen kwam de reutel in beeld. Edwin Middelburg-Tromp, die schrijft een legendarisch café met een lange geschiedenis. Misschien wel het oudst bestaande café van Middelburg. Let op. En ja, wat het de charmante van de reutel is, dit is een soort huiskamer. Een soort huiskamer met heel veel vaste klanten. En de eerste 100 jaar, tussen 1874 en 1977, moesten alle klanten staan aan de bar. En in 1977 zijn er krukken gekomen. Er zijn nog steeds stemmen die zeiden dat ze dat eigenlijk niet hadden moeten doen. Maar kun je nagaan. Al die tijd stonden de mensen daar en stond hier een biljart op deze plek. Er is iets geks gebeurd, want op enig moment was dat biljart weg. Ik denk dat dat ergens rond 2000 of 2005 was. Ik weet het niet precies. Die heeft hem weggehaald. En toen was hier dat grote lege gat. Hiernaast was Hotel Pax. En Hotel Pax was vroeger Hotel Café Piet Mulder. En ik heb daar een foto van. Want dit waren de buren. En er staan, als u het kunt zien, er stonden twee hele fraaie biljarts uit ongeveer 1920. En ik kan u vertellen, dit biljart dat hier staat, is ook tussen 1920 en 1930 gemaakt. Twee dingen, de familie Loontjes heeft twee dingen gedaan. We hebben een stamtafel gegeven. En die hebben we genoemd naar onze vader Stam. Fantastisch. Een stamtafel. En we hebben een goed cafébiljart gevonden uit de jaren 20 en 30. En dat bij de verhuizing is dat tevoorschijn gekomen. Nou, Jim. Jij bent natuurlijk vandaag eigenlijk de held, het middelpunt. Oh. Jullie krijgen dit biljart permanent en kosteloos 100 jaar in bruikleen. Ja! Want wij bestaan 100 jaar. En nu eindelijk heeft Middelburg weer een echt café met een echt carambolebiljart. De Walgense Bouwunie heeft hiernaast Hotel Pax opnieuw gebouwd. Maar ook de Reutel opnieuw gebouwd. In die tijd is er dus bij de bouw van het nieuwe hotel is er een troffel van zilver aangeboden. En op een of andere onverklaarbare manier zit hij nog steeds in de souvenirs van Piet de Visser. Dus Jim, wil je even naar voren komen? Ik heb hier een heel bijzondere troffel. En dat is geen wisseltrofee, maar een wisseltroffel. En hij is voor jou. Maak hem maar eens open. Ja. 1989, aangeboden door de Walgense Bouwunie. Rudy en Jim zijn allebei nu echt een show in en daarnaast. Goed, daar gaan ze. Let op. Oh, yeah.